Banyuties en welkom bij een nieuwe video. Er is een drama voltrokken in mijn leven en dat is dat ik alle adventkalenders heb afgerond, alle video's erover. Alleen nummer 13 tot en met nummer 17 zijn verkeerd opgenomen. Dus hier zit ik weer opnieuw om cadeautje 13 tot en met nummer 17 af te ronden. Het is nu ook gewoon echt november. Ik baal er een beetje van. Het is ook avond, dus ik wil eigenlijk gewoon lekker op de bank liggen. De eerste is lippenstift. Dit wist ik al. Dit is Max & More. Ik zal hem even scherp stellen voor jullie, dat jullie het ook... Ah, kijk eens hoe mooi. Max & More. Lippenstift. Dit heb ik al gereviewd. Kun je ook zien dat het er een beetje van af is hier. Het is echt knalrood. En dat is kut. Want ik heb het dus al op mijn gezicht gesmeerd. En ik moet het weer op mijn gezicht smeren. Tada. Dit is gewoon niet leuk. Ja, misschien voor jullie is het nog leuk. Sterker nog, er is geen jullie. Er kijkt waarschijnlijk niemand hierna. Dus ik zit echt voor de katse kut. Alles over mijn gezicht te wrijven. En dat je denkt, jongens, fijn leuk grapje dit. Dat ik dit weer opnieuw moet doen. Ik wil gewoon even alle Banyo beauty video's erheen renderen. Dus moeten we dit doen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wat een depressieve nummer 13. Ja, sorry, maar je wil niet weten hoe kut het is. Als je al die make-up op je gezicht smeert, je haalt het eraf. En dan kom je erachter dat het niet goed is opgenomen. En moet je het nog een keer doen. Is dit waar wij beautybloggers echt doorheen moeten gaan in elke video? Ik pik het niet. Je hoort ook op de achtergrond een pannetje op het vuur staan. Want ik ben aan het koken. Ja, althans, ik ben het kokische beauty op te nemen in mijn woonkamer. Mijn was staat hier ook gewoon. Daar baal ik ook van. Maar ja, het moet. Anders vergeet ik het in december. En ik wil op Banyo Beauty geen één upload missen. Dat is het doel. Dat we gewoon strak naar de finish gaan en ik lul te veel. Deze lipstift, welke kleur was het? Rusty Rose van Max & More. Uit het pakket nummer 13 is prachtig. Morgen op 14 december. Weet ik al wat we gaan krijgen, maar jullie niet. Dus ik zie jullie dan. En als je verdrietig bent, onthoud één ding. En dat is hou een Banyo Beauty. Banyo Beauty. 2020. Eindelijk een andere geluk.